Goedendag, u kijkt naar het Weerbericht van Weerplaza.nl op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat de zon nog best wel aardig schijnt in een flink deel van Nederland. Het is daarbij zeer warm, 28 tot 31 graden op een heleboel plaatsen. In het noorden blijft het kwik wel iets achter. Verder zien we op deze satellietfoto dat over het zuiden van Nederland al wat meer wolken zitten. En een hele felle witte wolkenpluk zien we in de buurt van Limburg. En dat is de eerste stevige bui die inmiddels tot ontwikkeling is gekomen. Ja, in de komende uren gaan er veel meer zware regen en Omwisbuien ontstaan. En die worden zelfs zo zwaar dat daarvoor code oranje is afgegeven door het KNMI. Dat is een waarschuwing extreem weer. En die geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. En later vanavond, misschien dat ook andere provincies nog tot Code Oranje worden gerekend. En ja, die Code Oranje heeft te maken met wat er bij die zware onweersbuien kan optreden: dat is namelijk zeer veel regen in korte tijd. Is wel heel plaatselijk, maar het kan dus om enorme hoeveelheden regen gaan. In meer dan 50 mm in een uur tijd en dat is evenveel als normaal in de hele maand mei valt. Ja, en de gevolgen blijven dan waarschijnlijk niet uit. Er kan wateroverlast ontstaan. Dat betekent dat straten en wegen onderlopen. De riolering kan het mogelijk niet meer aan. Dus rioolputten komen naar boven. Al met al dus kans op behoorlijke overlast. Maar zoals gezegd, het is heel erg plaatselijk, dus het kan zomaar van de ene kant tot de andere kant van een stad heel anders zijn. Voor vanavond dus echt even opletten wie de avondvierdaagse gaat lopen. Hou dus ook rekening met die regen- en onweersbuien die over het land trekken. Het weerbeeld voor de avond ziet er dus als volgt uit. Een flink deel van ons land heeft te maken met regen- en onweersbuien. Waarschijnlijk ontspringt het noordwesten van het land grotendeels de dans. Maar ook daar valt misschien een regen- of onweersbui in de loop van de avond. De temperatuur ligt halverwege de avond op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Het is dus echt broeierig en klam. Komende nacht dan gaan uiteindelijk de buien wel grotendeels verdwijnen... Verder hebben we dan een afwisseling van wolken en opklaringen, en de temperatuur daalt naar 16 of 17 graden. Morgenochtend dan is het grotendeels droog, en dan schijnt van tijd tot tijd weer de zon. Bij een zwakke of matige wind die veranderlijk van richting is, wordt de temperatuur al snel weer tot een zomerse 25 tot 29 graden opgestuwd. Alleen in het noorden blijft het kwik waarschijnlijk ietsje achter, met name op de Waddeneilanden. In de middag ontstaan dan opnieuw stapelwolken en in het binnenland ontstaan er verspreid ook weer enkele regen- en onweersbuien, maar ze zijn duidelijk minder heftig dan vandaag. Kijken we dan naar de dagen daarna? Op donderdag is de kans op regen en onweersbuien duidelijk weer wat groter. Ze kunnen ook weer wat zwaarder uitpakken. Nog steeds warm tot zomers met 24 tot 29 graden maar liefst. Op vrijdag doet het kwik een klein stapje terug. Dan wordt het 22 tot 25 graden in het binnenland. Nog steeds kans op regen of onweersbui. Op zaterdag blijft het op steeds meer plaatsen droog en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dan is de ergste hitte toch wel het land uit. Ja, en als we dan nog even naar de 15-daagse verwachting gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk vanaf zondag geleidelijk de temperatuur langzaam weer wat omhoog gaat. De middagtemperatuur ligt dan zo rond 25 graden begin volgende week. Het meest opvallende is echter wel dat de nachten geleidelijk weer wat koeler worden. En dat zal toch voor een heleboel plaatsen mensen wel heel aangenaam zijn, want dat klamme weer in de nacht, dat doet veel mensen meestal toch niet zo goed. In elk geval voor vanavond opgelet. Dus voor die zware regen- en onmisbuien moet u de weg nog op. Let dan even heel goed op die buien. Ik wens u een hele fijne avond. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.